plaatsgenomen op de jurywagen voor een goed overzicht, een proef. Mark van der Velden. Op de Bielsen. Krijgt een beetje te balanceren op dit moment. Dan wordt er toch vrij goede aanwijzing gegeven. Vier stukjes naar een drie. En we zijn nog maar 3 minuten onderweg. Ja, het is goed met jou. Hij is goed, Monique. Meer aanwezig boven, dus het wordt nu al moeilijker. Ik wou nog niet meer, jongen. Ja. Er is een beetje boven. Verschenen en daarom hebben wij toegezegd om hem na enkele malen te laten vallen op deze zeskamp. Ronald de Kok. Nou, in de volgende plaats moet nog enkele centimeters hoger worden, denk ik. Dus in de lichaamsomvang. Dit neemt hij niet op. Het kamp is een slag. Wanger, ik kom er net. We kunnen dan weer zo manifesteren voor de camera, voor alle helpers, publiek. En zo zacht zo de bal. En dan de meisjes zien toch nog de driebal. Zo wordt er niet over jou gesproken. Lekker in ieder geval, dan wordt het meer, dan wordt het beter. Oh, ik heb net vernomen dat donderdag om 8:30 de uitzending van de Hos is. Er valt niet zo met de uitzending van de voetbal van het Nederlands elftal, want die liggen eruit. Ja, ja. Het valt mee dat ze nog geen opnames onder het water maken, want ze zegt dat alles is samen. Nou, sinds ik gezeten heb, dat ze er anders op de kamer. Of doet ze toch wel vlot? Ze doet wel vlot. Deze is niet zekerder. Het is wel mooier dat ze borst door een nat zit. Dus we hebben er ook een kus in. Oh nee! Hij is een goede gereageerd, alleen ja. Ik had er een gaatje voor die tegen te hebben staan. We hebben nog 2 minuten te gaan. 2 minuten. Dus jongens, 2 minuten zetten, 2 minuten. 2 minuten, dat kan veel punten zetten. Die nou Blaskona, die moet nog wat drie Bielsen heen. Dus dat zal 2 minuten korter zijn, denk ik. Als we met de mech in zijn werk gooien. Ah, dat doet zo, dat doet zo. Vier op rij, dus ook de strijd nog volledig aanwezig. We hebben nog ruim 1,5 minuut te gaan. Dus mensen, rustig. Overhaast je niet. Nou, ik weet niet hoeveel, er zit toch nou water in je nek. Ho, tegen. Staan of niemand de binnenbocht neemt, dat is ook allemaal geregeld, neem ik aan. Dan lopen er maar mensen naartoe. Het publiek dus achter omheining. En wat mij betreft, als tenminste iedereen er klaar is. Is er iemand niet klaar? De camera's staan goed ingesteld. Oké.
De stoompotjes die zijn ter hand genomen en ik zou nu het startsein willen geven. Tempo is nog vrij laag nog, maar ja, je moet niet onderschatten hoe moeilijk. Ja. Ik zou wel willen adviseren om één voor één op die zeep aan te gaan, want anders kunnen we elkaar wel eens tegenkomen. En dat is niet bevorderlijk voor degene die van boven komt en ook niet die eronder tegenaan loopt. De jury beoordeelt of dat allemaal mag wat er gebeurt. Het is in ieder geval voor de andere coaches wel interessant om te kijken hoe dat dit gebeurt, want ze bouwen gewoon een brug. Het is de brokbrug, denk ik. De brokbrug die ze nou maken, maar toch allemaal. Die kinderen uit de baan. Kinderen uit de baan. Maar nu is het te slopend. En dan moesten ze met een hoorde stonden. En dat wij alleen maar. Die stijger die is nog wel op iemand. Want ik zit ervoor te willen adviseren om maximaal met 2 man over het ding te nemen. Nou, is dit wel een heel gewichtige proef. Ik hoop niet dat je met de telmoeheid. Go. Russen zit in een auto. Valt er dan nog één in, er valt er 2 in. Geeft niks. Je zit onder de auto, zit de galven en de water loopt er direct uit. Mensen met stopwatch, let op. Deuren dicht, als iedereen er helemaal in zit. En dan is het nu gebeurd. Blijf mooi zitten, laat ze maar bereiken. 4 minuten. 4 minuten. 25 in. 7200. De stopwatches worden ingedrukt. Het begin is gemaakt voor KPJ Kromvoort. KPJ Kromvoort, een buurtgemeente van Helvoort. Hebben natuurlijk veel ervaring op de zeskampen die ze tijdens alle KPJ-feesten en alle andere KPJ-verenigingen. Maar het lukt ze net niet om. Hij begint al vrij vlug te hangen naar boven, vind ik. Hij wil. Maar op zich is er wel goed over nagedacht. Kijk, de ene gaat er boven hangen. Dus voor de andere ploegen, let op wat hier gebeurt, want dit levert toch punten op, denk ik. Dus het is toch een kwestie van ervaring, die zeepelling. En je ziet dat er toch. En daar zijn de punten, denk ik, gelijk naar beneden. 1 minuut. We zijn 1 minuut onderweg. 1 minuut. En als ik een klein indicatie wil geven. Hoe de brokkers net waren, die waren volgens mij 2,5 minuten. Dus we liggen een eindje voor. Brokstompers gaan we vast klaarstaan, want we gaan er snel achteraan weer starten. Kom! Klaas erin! Ja, voorzichtigheid, sportiviteit. Eens kijken hoe die dame behandeld wordt. We kunnen veel hier een voorbeeld aan nemen. En deur dicht! En nu win je een auto. Ja, deur dicht! Zo, over. Wat zijn nu? Maak er niet meer uit! 2 minuten. En eerst is Karin weer bij de balk. Je bent er nu dus het droog houden. Strootje van de land wordt voor de heden. Wordt het gebruik van de maat hier. Als je ziet hoe snel dat ding gaat, dan moet ik eigenlijk in. Dat pak ik sparen, maar dan moet ik gewoon inspringen. Want het kost meer tijd om over de balk heen te komen en zeker als je het zo doet. Goed zo, 2 minuten 6 zit, 2 minuten 6. En als je op de snelste tijd tot nu toe op 3 minuten bijvallen, dan denk ik dat hier weer een record verbeterd gaat worden. Stop! Hey. Ja, dat is niet, zie je. Nou, eens kijken hoe ze die. Twee man tegelijk op de hoogte. Twee man. Twee vrouwen, mag ik zijn? Die moet ja, ja. Oh. Dat
Ik zou wel een applaus willen hebben voor
mensen die nou over de balkon zijn, draai ik toch als ik te zien ontzettend. Dan blijkt het nog even snel door het water te praten. Het lijkt wel iets kouder inderdaad in het water. En je moet er weer uit, toch? En dat lukt ook. Prima. En dan is het snel weer in de auto. Als je mijn grip krijgt.
Als je me vast kan pakken. En weer een. En de laatste. Kom op! Hoe ver zit je in de tijd? 1 minuut 2. God, mon dieu! Niet verder, niet verder. 1 minuut 2, dus we zitten er bijna over een minuut. 10 bewuste minuten. Ja, moet je er halen? Ja, maar vast hoor. Ja, maar gewoon vast. We moeten maar net helpen. En net de laatste zetje durf te geven. Ik denk het niet. Ik denk niet dat iemand durft. De bankdirecteur klinkt van ja. Dit is de camera berekend bij Interpolis. 2:38 zitten we nu. Maar dat wil niet zeggen dat het duur het is, want er zitten er ook nog twee op de... Van die heks. Ja. Maar er zijn er drie dan. Maar ja, er zijn vier dames in het team. Ik vind het toch knap. Hoe ver zijn we? 3:05. 3:05. En dan vol om te gaan we de bad in. De laatste keer dat we nou wat. Je hebt niet nat. Heel goed. Dan waren ik in 3 dagen tegen zijn heer, hoor. Kippen staan al klaar. Kom voor de bakstel vast. Die Jeppers ook een van de heel actieve clubs waar ik vandaag in bezig heb gezien, dus dat belooft ook wat tijd betreft. Ik heb ze net, stoppen en we zitten op. Onze eigen. Die gaat super snel. Mooie tijd, jongens. Ik heb even andere tijden bij jou. We gaan naar.